Welkom bij een nieuwe vlog. Leuk dat je kijkt. Wij zijn zojuist teruggekomen van de stad. We zijn naar het tuincentrum geweest en nog allemaal andere dingen hebben we gedaan. En nu ga ik even buiten een tak zoeken voor mijn paaseieren die ik ga uitblazen. Helemaal blij. Lily! Goed zo! Goed geluisterd! Even lekker schuinen. Want de hondjes die hebben natuurlijk binnen gezeten terwijl wij in de stad waren. Neem me meestal niet mee. Kom maar, doggo! Dus ik ga even een wandelingetje in het bos maken hier. Vinden ze wel even leuk met je rennen. Ik was vanmorgen al wel een beetje begonnen met het blazen van eieren. Maar ik moest een video uploaden, dus ik kon ook niet filmen met mijn telefoon. Maar kijk. Deze heb ik al gedaan. Deze kleur. Zo leuk, die kleur. Ik ben er echt helemaal weg van. Deze. Een beetje een normaal kleur, maar net iets lichter dan met spikkeltjes. En deze heeft ook van die mooie spikkeltjes. Deze. Echt onwijs leuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nog te gaan. Kijk hoe mooi deze is. Prachtig. Ik ga nu de rest uitblazen. En dan ga ik denk ik vanavond even een cake daarmee maken. Want dan kan ik meteen de eieren gebruiken. Want dat blijft niet super lang goed. Ik denk 2 dagen of zo in de koelkast. Maar... het is zo makkelijk. Kijk hoe mooi donker deze ook is. Wauw, zo mooi. Prik er een gat in, eerst met een naald. Dan maak ik eerst gewoon even een klein gaatje en dan maak ik die steeds wat groter. Even schudden. Dan maak ik hem iets groter. Ik ga ze zo meteen nog even doorspoelen met water. Want dan wordt het helemaal schoon van binnen. Deze is zo mooi. Kijk. Goedemorgen. Ik heb gisteravond deze muur nog geschilderd in het groen. Maar nu ik hem opgedroogd zie, vind ik de kleur eigenlijk iets te licht. Dus ik ben weer bezig met een andere kleur mengen. Of in ieder geval deze kleur, maar dan ietsjes donkerder. Ik heb het nu even geprobeerd hier al op te doen. En ik hoop dat het in ieder geval de goede kleur is. Ik laat het heel even opdrogen. Als het nou niet goed is, dan doe ik er nog een klein beetje zwart bij om het nog donkerder te maken. Maar dat is wel een leuke beetje contrast met de lichtroze muur hier. Want anders krijg je dat het allemaal heel erg pastelkleurig wordt. En daar hou ik dan toch niet heel veel van. Dus dat vind ik wel leuk als het iets karakteristieker is door het iets donkerder te maken. En ondertussen ga ik eventjes snel het huis stofzuigen, want dat mag ook alweer gebeuren. En dan kan dat even drogen. En dan kan ik hem daarna even 1 keer helemaal schilderen. Lily zit op de bank. Ik heb het nog een keer geverfd. Het wordt natuurlijk nog lichter. Maar ik denk dat ongeveer dat een beetje de kleur is wat het daadwerkelijk zal worden als het opgedroogd is. En dat vind ik al 10 keer beter dan wat het eerst was. Kijk, het liefst heb ik het zo. Alleen, ik merk dat die verf gewoon niet helemaal chill gemengd is. Dus wie weet doe ik het ooit nog een keer. Maar voor nu laat ik het zo. Bram is vandaag de vijver aan het installeren. En ik ga even kijken hoe dat er... nu al uitziet, want ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat de een het echt geweldig is. Hij heeft inmiddels het hele zeil er al in gegooid. Lekker bezig, schat. En nu wachten tot hij vol is. Ja. Ik ben even pannenkoekjes aan het maken voor onze lunch. Ik ga vanaf volgende week denk ik gewoon niet meer 2 kop per dag uitgebreid eten maken. Gewoon 1 keer in de avond. En dan vind ik het wel best. Ik heb zoveel dingen te doen en dit kost gewoon elke keer best veel tijd. Maar goed, dat ga ik nu nog wel even doen. Ik ga nog even pannenkoekjes maken met appel erin en kaneel. En dan ga ik daarna beginnen met het ontwerp van de jurk. Het is nog steeds dezelfde dag. En mijn moeder die heeft vandaag in Nederland de spullen van mijn paard opgehaald. Van stal, die er nog lagen. Dus ik kreeg natuurlijk veel foto's door en zo van hoe het is opgeborgen nu. En dat... dat breekt me dan wel een beetje. Blijft gewoon best wel lastig. Dus ik ben vandaag gewoon een beetje emotioneel. En
Ik had sowieso al veel gedaan en zo de afgelopen week was best wel druk geweest. En ik was ook gewoon best wel druk in mijn hoofd. Ik heb niet zo goed geslapen ook vannacht. En nou ja, dan kan ik het natuurlijk helemaal niet goed hebben. Maar goed, ik denk deel het wel gewoon. Want ik kan wel altijd blij, vrolijk doen en energiek en zo. Maar vandaag voel ik me echt totaal niet zo. Ik heb ook net even in bed gelegen gewoon omdat ik echt zo moe was. Maar goed, ik ga me nu wel even toezetten om wat te doen. Ik heb ook echt wel zin om wat te doen. Ik zit echt al tijden in mijn hoofd met een nieuw ontwerp voor een jurk. En ik kreeg in mijn DM's de vraag of ik een jurk voor iemand wilde maken. In een hele mooie, ja, het is gewoon een witte stof, maar het is hele goede kwaliteit stof. Dus ik heb wel echt heel veel zin om daarmee te werken. En ze heeft mij eigenlijk wel de vrije hand gegeven. Wel een aantal dingen aangegeven wat ze graag wil en wat ze graag niet wil hebben. En daarmee ga ik zeg maar aan de slag en ga ik een ontwerp maken. Eerst even schetsen, zodat ze een beetje kan zien wat het uiteindelijk wordt. En ik weet zelf ook nog niet helemaal hoe ik hem ga maken. Dus ik ga eerst gewoon even een beetje tekenen en dan ja, dat maakt mijn hoofd ook altijd wel leeg. Dus dat is een soort van win-win situatie, denk ik. Een beetje wat de jurk ongeveer wordt. Het wordt dus een iets kortere rok. Ik ga wel het bovenstuk ga ik deels het patroon van de Wonderland dress gebruiken. Ik heb dus nog eventjes wat in de werkplaats gedaan. En nu ben ik lekker naar binnen. Ik ga gewoon even wat eten opzetten. Niet te moeilijk. En gewoon even lekker een beetje rustig aan doen vanavond. Misschien nog even wat op mijn laptop doen, maar niet al te gek. Dus dat ga ik nu even doen. Ik gun mezelf ook wel gewoon even een momentje. Gewoon even chill. Weer een doeliefje. Mijn maskertje op. Ik laat de hondjes even plassen. Oh, chill. Dag, Ali. Stop. Ga je mee? Dag, ik kan op je ruggetje gaan liggen. Hij gaat voor het mee, vrouwtje. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en wij gaan nu even spullen verzamelen op de boerderij, want we gaan zo naar de stort. Want morgen gaan we ons nieuwe bed ophalen, nieuw tweedehands hoor. Maar, dus we moeten nu even zorgen dat de bus leeg is. Misschien dat ik die bank ook nog wel doorheen krijg om naar de stort te brengen vandaag, wie weet. Nou, dus dat gaan we nu doen en dan neem ik jullie gewoon lekker mee. We zijn weer thuis van de stort en we hebben ook nog even boodschappen gedaan en zo. Ik heb even een soepje gehaald, want er komen zo meteen mensen langs. Dus die soep, Lily is aan het spelen. Die soep die warm ik nu... Lily, wacht even. Die warm ik nu even op en we hebben broodjes gehaald. Dus ik hoef eigenlijk niet zo heel veel te doen, daar had ik wel even zin in. Gewoon... verder nog een pakketje opgehaald. Ik zei al gisteren al dat ik een beetje emo was over mijn paard.
Ik krijg vandaag een super lief pakket van mijn oude stalgenoten binnen. Echt onwijs lief, maar natuurlijk wel met foto en haar en zo van hem. Dus ja, ook weer een beetje emo. Dus deze week is een beetje gek gelopen of zo. Ik weet niet zo goed. Een beetje andere week dan normaal. Maar goed, wel oké. Het is ook niet dat ik me echt super rot voel of zo. Maar gewoon, ja, het is natuurlijk toch gewoon een beetje verdriet. Wordt deze week gewoon echt met mijn neus op de feiten geduwd. Dus, maar wel onwijs lief dat mijn stalgenoten een pakket hebben opgestuurd. Dat waardeer ik enorm. Goed, dus ik ga nu een soepje opwarmen. En ik denk daarna misschien nog heel even snel wat bakken. Ja, ik zeg dat ik dan niet veel moet doen. Maar dan bedenk ik wel dat ik eigenlijk liefst nu beslag wil maken voor 5 carrot cakes. Zodat ik het in de vriezer kan stoppen. Misschien ga ik dat wel doen. Misschien ook niet. Ik weet niet. Ik ga gewoon even doen waar ik zin in heb. Kijk hoe vet. Die hebben wij gekregen van Marco. Dat is echt mooi. Geruild. Ja, het staat echt cool. Leuk. En zonder die handdoek? Ja, zonder die stomme handdoek. Kijk hoe gaaf, met dat groen ook. Wacht even een beetje zo die balken. Het is inmiddels alweer wat later en ik ben weer verder gegaan met de jurk. Ik heb patronen op de stof getekend en die ga ik nu eventjes goed pinnen. En dan ook uitknippen natuurlijk. Ik ga ze zo maken dat er een mooie rand aan de binnenkant zit in plaats van een open stiksel. Morgen ga ik weer verder. Ik was nu bezig met de mouwen. Nu ga ik gewoon lekker naar binnen. En volgens mij gaan we patat bakken vanavond. Dus dat is ook wel even lekker. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Deze week was niet mijn allerbeste week. Maar goed, dat soort weken zitten er ook gewoon tussen. Ik zie jullie heel graag volgende week weer. Doeg!